Hans, welke Europese verplaatsing is jou het meest bijgebleven? Dit is zeker en vast de kwalificatie voor de Champions League in 2003 tegen toen de grootmacht Dortmund, die dan toch wel financieel een enorme klop heeft gekregen. En ik herinner mij vooral die kwalificatie via penalties en de 7000 uitzinnige clubfans die heel de nacht hebben gevierd in Dortmund. Dit was voor mij de mooiste. Oké, beste luisteraars, welkom bij de Klokken Podcast Special, Europese Away Days. We gaan hier even over praten met onze gasten. En Sobel. Een van onze gasten is uiteraard Hans Noyelle, u wel gekend, maar we hebben vandaag ook een special guest, zijnde Luc Kaleeuw. Dag Luc, stel jou even voor aan de luisteraars die jou niet zouden kennen. Goedemiddag allemaal. Mijn naam is Luc Kaleeuw. Ik ben diehard Club Brugge fan en eigenlijk continu abonnement sinds 1976, het eerste grote jaar van Club Brugge. Ik woon in Limburg, maar ik heb Brugs bloed in mijn aderen via mijn vader en mijn grootvader. En alles wat met Club Brugge te maken heeft, heb ik mijn heel leven lang gevolgd. Ik heb dus ook de 7 pijnlijke jaren meegemaakt. Maar zoals wij zeggen en zoals Blue Army vroeger zei, passion for life en FCB till I die. En dat zal ook altijd zo blijven. Daar zal nooit niks aan veranderen. Ik ben 63 jaar. Ik werk in principe in de computerwereld voor voor een firma uit Amerika, multinational. Daar werk ik al 38 jaar. En soms waren dat fijne anekdotes, want er zitten nogal wat Anderlecht-fans bij ons op het werk. Maar dan kon het net zo goed zijn dat op de maandag ofwel bij mij een zwarte vlag hing, ofwel bij hun een zwarte vlag. Maar wij hebben meestal toch wel de winnende hand gehad. Ja, dat is een hele boterham. Alleszins welkom en bedankt om tijd vrij te maken om samen met ons over Europese verplaatsingen te spreken. Als ik me niet vergis, heb jij er een heel aantal op de teller. Aan hoeveel Europese verplaatsingen met Club Brugge zit jij momenteel? Ik denk dat ik de juiste tel heb ik niet, maar ik denk dat ik nu de volgende die naar Porto gaat, de 67ste gaat zijn. Dat is inderdaad heel wat. Herinner jij je nog ook je allereerste Europese verplaatsing? Mijn allereerste was eigenlijk meteen een heel pijnlijke, maar gelukkig naderhand wel rechtgezet, want dat was op Ipswich Town, waar we met 3-0 de boot in gingen. Maar eigenlijk had op het moment dat we Ipswich verlieten, was iedereen die daarbij was er 100% zeker van dat Club dat ging rechtzetten. Ik weet niet hoe dat kwam, maar dat gevoel was er. En iedereen die daar vertrok, die zei: dit zetten we recht. Ja, Hans, ik weet niet of jij er toen ook al bij was op Ipswich, of dat jouw eerste verplaatsing Nee. later was. Ja, mijn eerste verplaatsing in een reeks van tot op heden 63 was Nottingham Forest in 1984. Die herinner ik mij eigenlijk nog heel goed. Het was de eerste opdracht voor Frankie van der Elst, Fox. Ik herinner mij dat in die tijd dat we allemaal een bomberjacket van die boots, legerboots aan hadden, al of niet Doc Martens, en ook een sjaal, een blauw-zwarte sjaal, als een echte sjaalplastron voor ons of aan ons te hangen. En ik herinner mij ook in 84 dat ik toen beslist heb, nadat we voor ons leven moesten lopen voor een aantal Forest hooligans en maar op het nippertje konden ontkomen via een bus. Ik heb toen gezworen, William, om nooit nog Europees 1 een uiterlijk supportersattribuut te dragen en 2, als ik me verplaatste, ook altijd in groep dit te doen. Want je weet nooit wie en waar je zaken kunt tegenkomen. Ik herinner mij ook,
in Nottingham Forest dat in de eerste 10 minuten een aantal Club Brugge supporters werden opgepakt, gearresteerd door de plaatselijke ordendiensten, omdat we het woord shit riepen toen dat Forest scandeerde. Onder andere Nolle, Pascal Kompernolle, zeg maar een van de diehard clubfans in die tijd. Die werd opgepakt na 7 minuten in 1984. En we konden hem, die werd gelost tijdens de rust van die wedstrijd, die overigens op 0-0 eindigde. Dus dit was echt een memorabele om mee te starten. Dus 84 Nottingham Forest. Ja. Was je daar ook aanwezig, Luc, in Nottingham Forest? Ik was daar ook aanwezig en naderhand, daar is door het Brugs Handelsblad voor het stadion een foto gemaakt, die naderhand verschenen is in het boek van Blue Army Passive for Life. En tot mijn grote verbazing stond ik daarop. Ik kende Hans toen nog niet, maar we staan op dezelfde foto. En wat mij vooral bij die match is bijgebleven, toen speelde Mamadou voor een van de eerste keren. En op een bepaald moment heeft hij zelfs een bal over de tribune gepompt. En dat was in Nottingham niet zo heel eenvoudig, maar hij pompte hem wel helemaal over de tribune. Ja, inderdaad. City ground. Ways over het kanaal zijn natuurlijk voor de clubfans, zou ik zeggen, de favoriete verplaatsingen. Zijn er zo nog een aantal verplaatsingen over het kanaal die jullie zijn bijgebleven de afgelopen jaren? Ik moet zeggen dat we recent, Luc, als ik even het woord mag nemen, dat we recent vaak in Manchester geweest zijn. Dus 2 keer Man United en Man City. En eerlijk gezegd, er is op dit moment niet veel te beleven in Engeland. Ik herinner mij ook nog een verplaatsing, ik dacht in 2005 naar Chelsea, of 95, nog met Medved. Dan werden wij gewoon op de bus neergepoot op de parking van Stamford Bridge. En mochten we enkel het stadion binnen, hadden we niks van randanimatie. Birmingham City, Tottenham. Eigenlijk de verplaatsingen naar Engeland. Newcastle, die zijn allemaal niet echt. Leicester, recent nog. Zoveel leuke herinneringen hebben we niet aan aan Engeland en Europese away's wat Club Brugge betreft. Maar natuurlijk, Engeland blijft de bakermat van het voetbal. Maar ze staan daar op vlak van beteugeling van geweld ook heel wat verder dan in andere Europese landen. Maar eerlijk gezegd, ik was blij dat dit keer er geen Engelse ploeg uit die koker kwam. En we niet richting of over het kanaal moeten, want ja, zoveel is er niet meer aan om in Engeland met club Europees een reis te maken. Het zijn vaak ook kortere verplaatsingen, hè, omdat je in Engeland gemakkelijk, zou ik zeggen, met de bus er raakt. En dan gaan de meeste supportersclub liever een bus inzetten, waardoor dat we dan ook een korte verblijf hebben en inderdaad ergens gedropt worden in een stad. Buiten Londen zijn de meeste steden in Engeland niet echt aantrekkelijk. En dan krijg je inderdaad een halve dag in een pub met meestal miserig weer buiten. Ik weet niet, Luc, of dat jij dezelfde mening bedeelt als Hans, of dat jij toch een paar memorabele verplaatsingen in Engeland hebt kunnen doen met club? Voor gedeelte stem ik in. Alleen degene na Nottingham Forest, dat was Tottenham, die vond ik wel nog supergoed. En de andere die Hans gemeld heeft, dat was in Leicester, omdat wij daar hebben we wel een mooie tijd in de stad meegemaakt. Nu, het verschil is dat ik meestal met 3 anderen, wij gaan met de auto. Wij zijn meestal 1 dag op voorhand daar en blijven ook de volgende dag nog. Waarvan bijvoorbeeld de 2 wedstrijden in Manchester, hebben wij dan de eerste jaren de gelegenheid genomen om Manchester United te bezoeken. 2e jaar hebben we Manchester City bezocht. Ik zit
ook nog een beetje in de vrouwenvoetbalwereld. Dus ik kan dan ook nog eens terecht bij die damesteams van die beide Engelse teams. En dat maakt dan ons tripje soms wel iets interessanter. Maar zoals Hans zegt, inderdaad, in Engeland zitten ze er vrij kort op en krijg je weinig ruimte. Ik herinner me het eerste jaar in Manchester, toen we daar binnen wilden. Daar werden denk ik 2 of 3 keer afgetast tegen dat we uiteindelijk eens op onze tribune geraakten. En dat is toch wel ietsjes overdreven, ja. Ja, inderdaad. Het is zo dat clubfans toch al een aantal jaren hopen op Anfield Road. Hè, een stadion dat mythisch is en dat bij vele clubfans gekend is voor zijn sfeer die wij toch in Brugge graag hebben met You'll Never Walk Alone op kop bij het bestreden van de spelers op het veld. Luc, jij was, als ik mij niet vergis, op de befaamde finale tegen Liverpool op Wembley. Ja, dat was ik. En ik moet zeggen, voordat de wedstrijd begon, want daar heb ik zelfs helemaal niet de kans gehad om uit te gaan in Liverpool. Londen. Ik was toen met de bus met de supportersclub van Julian Kools uit Kasterlee. Op een bepaald moment toen zagen wij de 2 Wembley-torentjes. Maar tussen het moment dat we die zagen en het moment dat wij aan het stadion aangekomen zijn, dat heeft ongeveer 3 uur geduurd. Met als gevolg, wij kwamen aan het stadion aan 1 kwartier voor de wedstrijd. Ik ben al niet heel groot, dus ik vreesde daar dat ik eigenlijk helemaal niks van de wedstrijd ging zien. Maar tot mijn verbazing waren de trappen toen nog staanplaatsen 1 meter hoog. Dus ik kon perfect zien wie ook voor me stond. En wij zaten toen bijna direct naast de Liverpool-kop. En qua sfeer is dat iets wat mij altijd gaat bijblijven. Dat is voor mij hut van hut. Ik vind het ook bijzonder jammer dat ze in Engeland in Wembley die 2 torentjes hebben weggedaan, want dat hadden ze volgens mij absoluut moeten bewaren als patrimonium. En ik ben 14 dagen geleden nog op Wembley geweest, maar die torentjes die mis je dan wel. Ja, Hans, ik denk jij als Liverpool-fan toch ook dat die dag wel iets geweest was om bij te zijn, hè? Inderdaad, als er één iets is dat ik jammer vind als clubfan, want ik was in 78, zat ik in de woonkamer bij mijn ouders thuis met grote ogen de finale op Wembley te volgen. Ja, had ik kunnen de tijd terugdraaien, maar op 12-jarige leeftijd om dan even zomaar over de plas te gaan, dat was een brug te ver. Maar als er één iets is dat ik een gemis vind in mijn supporterscarrière, in mijn Brugse fandom, is dat ik in 78 die Wembley finale tegen Liverpool niet live heb kunnen meemaken. Maar goed, dit is nu... Ik heb er nog een heel kleine anekdote aan. Ik kan u verzekeren, onze bus, toen wij vertrokken, want toen stonden de bussen eigenlijk allemaal bij elkaar, net voor die torentjes. En onze bus toen die vertrok, die was eigenlijk helemaal rood-wit-geel. Want iedereen, maar dan ook iedereen, had zijn sjaal gewisseld met Liverpool. Dat ging doen zonder één enkel probleem. En toen wij de opstelling zagen, toen waren er heel veel die daar per toeval in de naam Koe zagen staan, Laszlo Koe, die nog nooit voor Club Brugge gespeeld had op dat moment. En ik wist per geluk wie dat was, omdat Julien Kools mij tijdens het trainingskamp een kaartje gestuurd had met alle handtekeningen van de spelers op. Dat was toen nog in Duitsland. En daar stond dus inderdaad een koe op. En via Julien Kools was ik te weten gekomen dat dat een Hongaarse vluchteling was, die de eerste 4 maanden zelfs voor club niet heeft mogen spelen, omdat hij gevlucht was. Ja, en die speelde dan in de plaats van Lotte Lambert, als ik me niet vergis. Ik denk van Paul Courant, omdat hij ook geblesseerd was. En ik denk dat Jantje Simon begonnen is voor vrouwen. Ja, want hoeveel clubfans waren toen op Wembley aanwezig? Want ik herinner mij toch van de mensen die erover babbelen, dat alle boten van Calais tot Rotterdam vol waren met blauw-zwarte clubfans die de oversteek maakten. Tussen de 25.000 en de 30.000. Ik herinner me nog dat op de kranten stond volksverhuizing van Brugge naar Londen. Uiteindelijk was de verplaatsing van Brugge naar Londen korter dan die van Liverpool naar Brugge. Ja. Het was inderdaad een hele tocht om daar te geraken, denk ik. Maar verhalen en
herinneringen die jij nooit zal vergeten samen met de andere aanwezige clubsupporters toen. Sowieso. Hans, om het even op een andere boeg te gooien, wat zijn voor jou de drie, zou ik het zeggen, belangrijkste ingrediënten voor een goede Europese away? Ten eerste een heel degelijke voorbereiding. In die zin, als je met het vliegtuig reist, en ik ben op basis van mijn ervaring ben ik bereid van toch een aantal tips en tricks te delen met de luisteraars van deze podcast. Het is heel belangrijk als er om een vliegtuigreis moet geboekt worden, dat je een account neemt bij de luchtvaartmaatschappij zelf. Je boekt best niet via vliegtuig of goedkope vliegtuigtickets.be of via cheapflights.be, want daar heb je altijd dossierkosten aan je broek. Dus account aanmaken bij luchtvaartmaatschappij, in dit geval Porto en Madrid, Ryanair en Air Europa. Je moet maken dat je vooraf weet wie meegaat, zodat je niet afhankelijk bent van mensen die nog moeten congé nemen, et cetera. Ik ken alle ID-gegevens van diegene die meegaat. En, want hoe langer je wacht met boeken, hoe duurder je vlucht wordt. Wat ik ook altijd doe, is ik heb drie devices bij mij. Ik heb een smartphone, een tablet en een PC. En als je op verschillende devices gaat inloggen, dan verschijnt een initiële prijs. En wanneer je switcht van de ene naar de andere, blijft die initiële prijs. Als je op hetzelfde device, bijvoorbeeld op je smartphone, blijft, als je er een half uur op aan het navigeren bent, dan stijgt die prijs navenant en dat kan verdubbelen. Je kunt starten met €80 voor je zitje. En op een half uur tijd, als je talmt en nog belt, et cetera, kan dat 160 worden. Dus zo snel mogelijk en gespreid over verschillende devices. Dus de voorbereiding is belangrijk. Twee, je compagnie, je reisgezellen. Je moet je vrienden door en door kennen, want alles is afhankelijk, vind ik, de sfeer in de auto, als je met de auto reist. In de bus is dat dan met de supportersclub. Of in het vliegtuig. Als je heel goed overeenkomt met je reisgezellen, maakt dat de trip ook veel aangenamer. En een derde tip is natuurlijk, en dat heb je niet onder controle, als club een goed resultaat haalt, dan is dit een onvergetelijke ervaring. Want het leuke van Europese aways, of dat je nu met de boot, met de auto, met de trein, met de bus reist. Je komt op een doordeweekse dag in een vreemde stad. Als alle mensen, plaatselijke mensen nog werken, kom je in feite in de aanloop van die avondwedstrijd enkel en alleen maar clubfans tegen. En dat schept zo'n wijgevoel en zo'n speciaal gevoel dat je van heinde en ver, van over heel België, naar die plaats in Europa reist, naar die stad, die vreemde stad, en dat je daar bent enkel en alleen met zielsgenoten die ook daar zijn om hun favoriete club naar die overwinning of naar een goed resultaat te schreven. Dit zijn voor mij de belangrijkste ingrediënten: goede voorbereiding, goede reisgezellen, een positief resultaat club en ja, er is niks, maar ook niks dat kan tippen aan een Europese away. Dat begint in feite vanaf het moment dat je je valies maakt tot het moment dat je terug thuis komt. Dat is één langgerekt, heugelijk iets. Dat is zo apart. En rond iedere Europese away kun je wel een heel hoofdstuk neerpennen. Dus ik ben een enorme lover van het Europese away-gevoel. En dit is met niets te omschrijven. Je moet het meemaken. Dus bij deze warme oproep aan clubfans, volgclub, mee in Europa. Het zijn onvergetelijke, memorabele dagen. Akkoord. Het zijn de momenten waar wij als clubfans eigenlijk voor leven. Hè. Het is, zeker, het is Europees, zowel thuis als op verplaatsing, waarvoor dat wij leven. Want anders, ja, dan
dan de competitiewedstrijden die we elk jaar opnieuw hebben, die zijn een beetje saai op den duur, maar die Europese wedstrijden, zoals Hans zegt, zijn altijd legendarisch. En voor mij beginnen ze wel al aan de loting, Hans. Hè. Dat is dan al het moment dat je al hoopt en moet boeken. Luc, wat zijn jouw ingrediënten? Volg je Hans? Of zijn er zo nog dingen waarvan je zegt, nou, dat vind ik ook belangrijk. De city trip, de lokale keuken, de lokale bieren. Zijn er zo wat andere dingen? Of heb jij een beetje dezelfde drie punten zoals Hans? Ik ben voor... Wat de trip betreft, de voorbereiding, ben ik akkoord. En ik heb het helaas vorige zaterdag nog ondervonden. En het was in dit geval mijn Ryanair. Dat, omdat ik nog één vraag moest hebben. Dat ik tussen het moment dat ik mijn eerste vlucht heen en terug had voor €104. En het moment dat ik wou boeken, dat het al €380 was. Maar ik heb ze dan niet gepakt. En wij gaan nu via Luxemburg en EasyJet. En daar hebben we ze wel nog onder de €150 gevonden. Dus dat is waar. Wat ook heel belangrijk is, vind ik. Ik zoek altijd een hotel waar dat in de buurt een metrostation is, zodanig dat je in de stad heel, als er een metro is, tenminste in de stad heel vlot kunt bewegen en doen. Ik zou ook altijd de stad op voorhand voorbereiden als er dingen zijn die we willen zien. En wat ik met mijn maten, we zijn altijd eigenlijk met vier dezelfde, wij gaan ons niet onmiddellijk in de ganse clubmassa begeven, maar wij gaan eerst onder ons een aantal dingen samen doen, gezellig doen, ook wel eens pintje drinken en al iets lokaal zoeken. Maar pas als we allemaal samen naar het stadion gaan, dan gaan wij daar toch pas het laatste uur verschijnen, niet 3 of 4 uur aan een stuk. Dat gaan wij zeker niet doen. Voor de rest, één ding kan ik zeggen, een Europese verplaatsing is iets enorms, maar dat kan ook iets enorms zijn als je zelfs verloren hebt. Want ik herinner mij eentje, en die was in 80-81 in Basel, daar hebben we uiteindelijk met 1-4 verloren, hebben we een rode kaart gehad, het Philippe van der Wallen moeten invallen. We komen 1-0 voor via Jan Keulemans, maar we verliezen 1-4. En toen hadden wij een hotel, maar we zijn eigenlijk op een bepaald moment op stap gegaan, zijn dat we bij wat Zwitsers terechtgekomen, zijn in een discotheek terechtgekomen als daar... 400 man was, dan waren er 300 vrouwen. En het enige wat we niet mochten aanhouden was onze sjaal. Maar we hebben daar wel de hele nacht gezeten totdat 's morgens eigenlijk het ontbijt was. En toen kwamen we bij de bus. En daar hebben heel Zwitserland was ervan overtuigd dat Club Brugge zich geplaatst had. Zoveel sfeer hebben we daar gemaakt met een man of 5. Ja, dat is soms wel het geval dat je zelfs na een verliespartij... je verdriet gaat verdrinken en uiteindelijk nog een heel leuke avond heb. Ik zelf heb, denk ik, een 16-tal Europese verplaatsingen meegemaakt, waarvan we maar 1 keer gewonnen hebben. Dat was recentelijk in Leipzig. En ik was natuurlijk ook erbij toen we voor de Champions League kwalificeerden in Dortmund, maar daar hebben we wel niet gewonnen. Maar dat was ook inderdaad een memorabele avond. Hans, ik denk dat clubfans in de lage landen bij de top 4 horen van de meeste fans op verplaatsing in Europa, samen met een Ajax, een Feyenoord en ik denk Anderlecht ook. We zijn daarvoor gekend. Hè. Overal zie je ons opduiken. Het is maar heel weinig, het komt maar heel zelden voor dat er weinig clubfans mee zijn op Europese verplaatsing. We hebben hier nu Luc en Hans, die toch een aantal verplaatsingen op een palmares hebben. Maar binnen de clubfamilie zijn er zoveel bekende clubfans die... Ja, die overal meegaan en ik vind dat die trouwe massa die altijd meegaat wel indrukwekkend is. Ik weet niet, Hans, of jij dat ook gemerkt hebt door de jaren heen, dat wij altijd en overal paraat staan. Inderdaad, wij hebben een heel trouwe achterban en ook een heel trouwe reizende achterban. En ik herinner mij in de 80er jaren dat er, of in het eind van de 70er jaren, dat er een sticker was... Schat, gaan we bouwen of gaan we club in Europa volgen? Dus jonge koppels die moesten de keuze maken ofwel geld spenderen aan het volgen van Club Brugge tijdens die 76, de happeljaren zeg maar, of een, dat was wel een boutade, maar eind de jaren 70 leefde dit al, dat clubfans toch wel gekend waren om hun club overal in Europa te volgen. En dat geeft een enorm sterk wij-gevoel, want
ja, je ziet meestal ook op die verplaatsingen diezelfde mensen. En je spendeert best wel wat tijd samen voor en na de wedstrijd. Dikwijls in de nacht, daarop volgend. Dus effectief, dat klopt wel. Ja. Misschien eentje nog aanvullen, omdat Luc zegt, je hoeft daarom niet altijd Europees een succesje te boeken. Ik herinner mij een verplaatsing naar Monaco. We verloren er met 6-2. Ik kwam er voor het eerst in het stadion wat ik als een villa beschouwde van Monaco, waar onze Philippe Clément nu trainer is. En ik gooide een kauwgom op de grond en een politieagent kwam naar mij en ik moest die kauwgom in een papiertje en in de vuilnisemmer gooien. Dat blijft mij bij. We spreken anno 19, ik geloof 87. En we hebben dan in feite heel ons spaarpotje in een Irish pub, in een lokale Irish pub in Monaco gespendeerd. En na die 6-2 pandoering waren we daar ook terecht gekomen. En om 6 uur in de ochtend heeft de zaakvoerder, de baas van het café, ons in zijn open wagen, in zijn cabrio, naar onze hotelkamer gebracht. Toen ik thuis kwam, zei mijn vader, hij lachte mij uit, moet je daarvoor in feite zo ver gaan reizen om dan met een 6-2 pandoering terug te keren? Moet je daarvoor naar Zuid-Frankrijk rijden? Maar tegen dat ik thuis kwam, was die 6-2 al lang verwerkt op de terugweg. Want je spendeert die terugweg ook met lotgenoten. Je spendeert die terugweg met mensen die ook die pandoering, die ook die uppercut hebben meegemaakt. En tegen de tijd dat je thuis komt, kun je dat veel meer relativeren. En we hebben daar, ondanks de 6-2 nederlaag, dit koester ik nog altijd, die tweedaagse in Monaco, koester ik nog altijd als een heel leuke verplaatsing. Dus terecht wat Luc zegt, je hoeft daarom niet altijd, Basel voor Luc, Monaco voor mij, te winnen om een goede, een fijne tijd in zijn geval Basel, in mijn geval Monaco te hebben. Ja, ik had dat 2 seizoenen geleden in Manchester United. We kregen een 5-0 pandoering achter de oren. Maar na de wedstrijd hebben we nog een leuke keet gevonden in Manchester. En daar hebben we ook tot vroege uurtjes gefeest met een aantal mede-clubsupporters en de zware nederlaag doorgespoeld. Ja. Luc, we zeiden net dat we overal met heel veel zijn, maar er zijn natuurlijk ook een aantal verplaatsingen geweest in de loop der jaren waar we met heel weinig clubsupporters waren. Gezien jij zoveel verplaatsingen op de teller hebt, veronderstel ik wel dat jij ook aanwezig was in bepaalde steden waar je misschien met 10, 15 of 20 clubsupporters waren. Heb je daarover verhalen? Heb je verplaatsingen waar we effectief met, laat ons zeggen, een 20-tal clubsupporters waren en waar jij bij was? Met zo weinig ben ik eigenlijk nooit geweest, omdat ik bepaalde landen, die vermijd ik wel. Dus ik zou bijvoorbeeld zeker niet naar Israël gaan, omdat ik die landen niet zo heel hard vertrouw. Ik heb wel, maar dat was dan geen Europese verplaatsing, maar ik ben eens ooit bij een vriendschappelijke wedstrijd tussen club en Stuttgart geweest, in Stuttgart. En toen waren er wel geteld 7 clubsupporters. En die wedstrijd is mij bijgebleven, omdat toen speelde Luc Beyers bij ons. En die kende mij uiteraard. En die heeft ons toen na de wedstrijd mee naar het hotel genomen. Dat was de tijd ook nog met Henk Houwaard. En toen hebben wij, dus, want ik moest normaal terug naar de Bodensee. Ik was op een Bodensee op vakantie. Ik ben teruggereden naar Stuttgart. Dat was toch wel 250 kilometer toen. 300 zelfs. En toen wou Luc Beyers niet dat wij teruggingen naar de Bodensee. Zijn we dus in het hotel gebleven en pas zanderdaags teruggegaan naar de Bodensee. Was nu wel geen Europese verplaatsing. Of ja, het was een Europese vriendschappelijke verplaatsing, laat het zo zeggen. Die tellen ook, hè. Die tellen ook. Hans, ja. Heb jij zo vriendschappelijke verplaatsingen gedaan, Europees? Ik heb er eentje waar er wel geteld 122 clubfans aanwezig waren. Tamelijk recent, ik dacht een jaar of 3, Dynamo Kiev. Dat was midden in augustus, 35 graden in Kiev. En we waren daar met een heel beperkt aantal clubfans. Het was ook een dure aangelegenheid, die trip. Kostte geloof ik het vliegticket kostte al €380. En het was ook de eerste van 2 voorrondes voor de Champions League. Nadien zijn we dan nog in Lask Linz geweest.
En dat was ook wel een heel aparte, omdat je daar met een select groepje clubfans bent. We moesten dan afspreken in een Belgisch café op 200 meter van het stadion, waar de tickets werden door de sportfederatie werden overhandigd, waar ze Stella, geloof ik, als bier van het vat serveerden. En dit is er wel eentje die mij gaat bijblijven en die losstaat van die vele verplaatsingen die we recent gedaan hebben, waar 2000, 2500, 3000 clubfans op aanwezig zijn. Dit is er eentje om wel nog te herinneren als eentje met heel weinig clubfans aanwezig. Wat toch ook een apart gevoel geeft. Ja, Ja. en uiteraard, Kiev is wel speciaal gezien de situatie, de huidige situatie. Ik denk niet dat we snel terug naar Kiev gaan Oekraïne. kunnen keren. Ja, ik heb ook zo een aantal plaatsingen met iets minder volk, zoals in Kopenhagen. En die zijn inderdaad ook wel apart, want je weet dat je daar met niet heel veel rondloopt. En dat maakt de band inniger met degenen die daar zijn. En dat zijn ook meestal inderdaad degenen die je vaak tegenkomt. En dan heb je wel altijd een fijne tijd samen. Luc, jij wou nog iets toevoegen, denk ik. William, eentje die waar inderdaad, die herinner ik me nu net, waar er niet zoveel volk was, was in 19, ik denk dat het al 77 was, op Real Madrid. Maar Real Madrid heeft toen moeten spelen in Malaga, omdat die Europees een schorsing hadden en 300 kilometer van huis moesten. Toen hebben wij in Malaga gespeeld, daar hebben we 0-0 gemaakt en daar was niet zo heel veel volk. Maar toen kende ik natuurlijk ook nog niet zoveel volk binnen Brugge. Ondertussen ken ik heel veel Frans, maar toen, dat waren ook mijn beginjaren, het tweede jaar eigenlijk. En toen waren we denk ik maar met een kleine 100, 150 man. Ja, Malaga, inderdaad. Dat is zelfs een wedstrijd waar ik geen weet van heb. Leuk om te horen. Zijn er bepaalde anekdotes die je hebt, Luc, waarvan je zegt die wil ik toch nog even willen delen met de luisteraars? Speciale zaken die je meegemaakt hebt of waar dat je achteraf van dacht, tja, ongelooflijk dat we dat hebben mogen meemaken? Ik heb er twee. Eentje was toen we op Schalke 04 gespeeld hebben. In het oude stadion. We hadden thuis die wedstrijd. Thuis hadden we met 2-1 gewonnen. En ik herinner me nog dat er toen sneeuw op het terrein lag. Maar toen we in Schalke speelden, had ik gezorgd voor kaarten. Eigenlijk aan de Schalke-kant. Dus ik had er daar 8. En godzijdank voor ons dat wij daar zaten, want dat was de enige overdekte tribune. De clubsupporters zaten achter de goal. Die waren letterlijk uit te wringen. En wij zaten droogjes in het stadion. We hebben dan wel met 2-0 verloren, maar dat we daar niet kletsnat geworden zijn, dat was dan toch wel mooi meegenomen. En een andere is ook in Duitsland, en dat stoort mij nog altijd. Dat is op Bochum. Daar hebben wij de wedstrijd verloren dankzij de speaker van het stadion. Want bij elke hoekschot begon die telkens met een foul van VfL. En die ploeg kreeg zo een boost dat we daar met 4-1 de boot in gaan. En dat is me altijd bijgebleven, want dat mag officieel niet, maar er werd niks van gezegd. En die speaker heeft daar de wedstrijd voor Bochum gewonnen. Ja. Klopt. En Jbari scoorde daar voor ons. Ik was daar ook. Dat was 4-1. En die was het publiek aan het opjutten. En ik kwam mental. Ik begreep dat niet, dat kon en mocht. Dat de speaker in feite bij iedere corner. Nu goed, dat was in het 90er jaren. Dat is misschien nu ook alweer geregulariseerd. Mag dat niet meer. Maar ik moet Luc hier bijtreden. Ja. Ja, we hebben toch een lange geschiedenis met verplaatsingen naar Duitsland, hè, nu dat we daar terecht zijn gekomen. Ik herinner mij Ja. natuurlijk de fatale wedstrijd op Werder Bremen. Ja, de Stuttgart-wedstrijd werd net al benoemd, Bochum. We zijn ook eens in München geweest tijdens Oktoberfest voor de Champions League. Ja. Ja, Hannover herinner ik mij ook. Het waren nooit echt Zo. plaatsingen waar we de volle pot of de volle buit gehaald hebben dan. Tenzij nu over het laatst in Leipzig. Ik denk de eerste overwinning in Duitsland. Ja. Hans, heb jij nog bepaalde Duitse verplaatsingen waar jij iets over kan vertellen? Graag, William. Ik moet in voorbereiding van deze podcast bekennen dat mijn leukste periode als clubfan en Europese away's
de 80er jaren waren. Ik herinner mij een Espanyol club en daar wil ik het straks over hebben. Maar vooral een tijdje geleden in de coronatijd is die memorabele thuiswedstrijd tegen Dortmund 5-0 uit 1987 nog op tv geweest. En iedereen herinnert zich die 5-0, maar ik zal vooral mij die 3-0, die heenwedstrijd, herinneren in 1987. En ik zal aan de hand van 4 anekdotes even toelichten hoe het er in die periode, in die tijd aan toe ging. 80er jaren, de hoogdagen van het hooliganisme. Ik was dan ook wat jonger. En we vertrokken met 4 goede kameraden vanuit Kortrijk met de bus. En ik herinner mij, om 9 uur vertrok de bus, afgesproken 8 uur. Je bent met 4, je drinkt toch geen cola op een dag waarop je Europees met club meegaat. Met 4, elk een pintje getrakteerd, om 9 uur op die bus. Na een half uur aan de chauffeur vragen, ja, kunnen we even een pitstop plaatsen? Die brave man deed dat, maar we waren daarna nog maar weer een kwartier of 20 minuten onderweg, toen we weer moesten plassen. En die brave meneer zei, nee, ik heb nog heel die weg af te leggen naar Dortmund. Dit kan ik niet maken ten opzichte van de anderen. Dan was er een van ons die een thermos mee had met koffie in. En dan hebben we maar, je moet jezelf een beetje je plan trekken, die koffiethermos leeg gedronken. En die lege thermos laten rondgaan in de bus om onze behoeften te doen. Nu, op het moment dat die thermos bij mij kwam en ik mijn behoefte aan het doen was, stroomde die over. En tot in Dortmund hebben wij in feite in onze eigen urine, omdat die chauffeur niet wou stoppen, hebben wij in onze eigen urine heel die busreis moeten meemaken. Dat zou nu ook, denk ik, niet meer voorkomen. Een tweede anekdote van diezelfde wedstrijd. We komen toe in Dortmund en een tiental clubfans. Het was best aangenaam qua temperatuur bij ons, maar in Dortmund, meer naar het noorden toe, was het best koud. En er waren best wat gasten die met een pul in Dortmund waren toegekomen. En we zochten een lokale CNA op. En 10 van onze gasten vonden er niet beter op om dezelfde jas aan te trekken en het alarmsysteem in de binnenzak eruit te verwijderen en onbetaald uit de CNA met die jas, omdat ze anders te veel koud hadden. Te koud hadden en het was echt, die dag was het hilarisch dat er tussen de 10 en de 15 clubfans met dezelfde jas in het centrum van Dortmund rondliepen. Maar dat typeert een beetje die tijdsgeest. Een derde anekdote. Meestal zoeken wij dan de lokale horecazaken op. Zo ook in Dortmund. Er wordt een pintje gedronken. Je smeet vriendschapsbanden. De stamliederen worden luidkeels gezongen. Het wijgevoel wordt gecultiveerd. Maar met een groepje van een man of 8 hadden we plots ons afgezonderd. En we waren dat flauwe Duitse bier eigenlijk beu en hadden wat zin in wat stevigers. En dan zijn we naar een typische Duitse fenomeen, naar een kiosk geweest. En vroegen we een fles whisky. En op het moment dat we ons kleingeld aan het bijeenrapen waren, sloegen we natuurlijk op de vlucht met die fles whisky als trofee. Die uitbater die kwam dan nog snel op ons afgelopen. En dankzij die Schotse godendrank hadden we het wel wat warmer, want het was een koude dag. Dit typeert ook die tijd. En je weet, God straft direct. Club verloor met 3-0. En na de wedstrijd, ook mede door het gerstenat en de whisky, vonden wij, dus met een stuk of 3, onze bus niet meer terug. Want dat was een enorm grote parking. En al die supportersbussen waren één voor één al vertrokken, zonder ons. Maar eentje was aangevallen geweest door een bende Dortmund-hooligans. En de ruiten waren ingegooid. En de politie kwam ter plaatse om wat vaststellingen te doen. Dat was een bus uit de buurt van Gent. En wij konden gelukkig, omdat die is moeten blijven wachten, konden wij mee en konden we terug naar België.
Ja, het was natuurlijk 6 uur tegen dat we thuis waren. En ik moet zeggen dat ik die 3-0 nederlaag altijd, heb ik me daar persoonlijk schuldig voor gevoeld. En in de 2 weken voor de terugwedstrijd heb ik geleefd als een pater. Geen kwajongensstreken, geen alcohol en de rest is geschiedenis. De voetbalgoden hebben mijn voorbeeldig gedrag beloond. Club won met 5-0 en we plaatsten ons op een miraculeuze wijze voor de volgende ronde. Dit is 1987 en die kwajongensstreken, dat wijgevoel, die groepsgeest... Dit ga je nu ook nog hebben, maar doordat alles zo gereglementeerd is en doordat zoveel mensen meekijken op je vingers als je in het buitenland bent, als reizende voetbalfans, zijn dat zaken die wellicht niet meer terugkomen. Ze zeggen altijd, vroeger was het beter, maar wat Europese wijs betreft, en zeker als je dan het linkje legt met Engeland, waar zo weinig te beleven valt en waar alles zo gestructureerd verloopt. En ja, dat zijn verplaatsingen en away's die, ja, die bij mij nog steeds een glimlach op mijn gezicht toveren. En ik denk niet dat die nog terugkeren, tenzij dat je naar Oost-Europa trekt. Maar dan kun je ook nog wel dergelijke zaken meemaken, maar dan kom je ordendiensten tegen die wat corrupt zijn. En die bij het minste openbaar dronkenschap je achter de tralie zet en dan je afperst en 50 of 100 euro eist om je daarna vrij te laten. Want ook bevriende clubfans uit het Roeselaarse hebben een dergelijke ervaring gehad. Dat ze de wedstrijd niet konden zien omdat ze omwille van openbare dronkenschap dan tijdelijk in hechtenis werden genomen en pas... door het betalen van een som, die dan integraal natuurlijk naar die ordendiensten ging, die dan in feite nog naar België konden afreizen. Maar dit is wel iets wat... dus Dortmund 87, dit is eentje om in te kaderen en om nooit meer te vergeten. Nee. Ja, als ik jou dus in Porto met een fles whisky zie lopen, dan weet ik hoe laat het is. En dan vraag ik dat ik jou niet ken, hè, Hans. William, mijn wilde haren zijn nu toch wel al even uitgevallen. Zo'n dingen zijn nu niet meer aan de orde, maar we waren jong en we wilden wat. En ja, dat zijn die jeugdzondes en die kwajongensstreken. Maar dit typeert toch de Europese wees in de 80er jaren. Dus, ja. We zijn natuurlijk euforisch, hè, iedere keer als we de grens over mogen en... Die 3 keer Dortmund, als ik me niet vergis, Luc, zowel in 87 als in 2003 met de penalties waar we ons plaatsen. Maar recentelijk nog, in 2018, denk ik, waar we 0-0 spelen en waar we eigenlijk het legendarische tweede helft hebben waar club vecht om dat gelijkspel te halen. En waar het blauw-zwarte legioen, ik denk dat we weer met 5.000-6.000 man waren, bijna een hele helft lang, Ivan Leko, Bridges Army zingt. Ja, ik krijg er nog kippenvel van als ik eraan denk. En ik vond dat ook wel een verplaatsing. We hadden heel de dag op de kerstmarkt van Dortmund rondgehangen. Dus ja. de nodige drank geconsumeerd. En dan heel die match lang eigenlijk zitten zingen. En dat vond ik fenomenaal. Ik weet niet of jij er ook bij was toen. Ik was erbij. Ik was er alle drie bij. Die eerste waar Hans het net over had, dat kan ik beamen, want ik had, toen was mijn vrouw erbij, die gaat nu niet meer mee, maar toen ging die wel nog vaak mee, totdat ze eens een keer bij een wedstrijd haar knieën kapot gevallen heeft achter de goal, omdat het door zo'n bar uit de grond kwam. Maar in Dortmund was het inderdaad koud, want wij zijn gaan eten in de tv-toren en boven in de tv-toren, dat sneeuwde het. En beneden, als je kwam, was de sneeuw nog niet helemaal beneden. Dus die tweede van Dortmund, daar ergeren we ons eigenlijk na 5 minuten op onze keeper, die ons uiteindelijk de kwalificatie zal bezorgen. En die derde, dat blijft mij ook bij. Dan was ik uiteraard ook met de auto. Maar we hebben daar die gelbe wand gewoon weg het zwijgen opgelegd. En ik denk niet dat er heel veel ploegen bekwaam zijn, of fans bekwaam zijn, om die gelbe wand gewoon het zwijgen op te leggen. Ja, en dat is iets wat echt bijblijft. Ja, Hans, je wilt... Ik herinner mij dat ik tijdens de rust naar de stewards ging
Want we hadden ze dan al verbaal in feite weggeblazen, die befaamde gelbe wand, dat ik naar de stewards ging en de ordendiensten en vroeg tijdens de rust, ik ben op zoek, waar is die gelbe wand? Want ik had die nog niet gehoord. Dus we hebben er in feite, we lachten het weg, maar effectief, dit was wel een van de meest memorabele vocale prestaties van het Brugse Legioen Dortmund paar jaar een terug. Kleine anekdote, ik heb ze zelf niet tegengekomen, maar wel op sociale media, op Instagram dan, waren, ik denk, een drietal Amerikanen die door Europa een trip maakten en Europese wedstrijden bezochten, zowel in lokale competities als in Europa. En die dus kaarten hadden gekocht voor Dortmund Club Brugge. Alleen wisten zij niet dat zij naast het uitvak zaten en dat dus samen met hun, ik denk, een 500, 600-tal clubfans, voornamelijk uit de Kempen, tickets gekocht hadden en dat zij dus eigenlijk niet in een thuisvak zaten, maar in een thuisvak omgetoverd tot uitvak van clubfans. En ze kwamen dus met de intentie om voor Dortmund te supporteren, maar in hun post op Instagram zeiden ze dat ze eigenlijk na een kwartier betoverd werden door de aanwezige clubfans rondom hun en dat ze er niet anders op konden dan mee te zingen en mee te juichen met club en dat ze daar toch voor een klein beetje, een klein deel verliefd zijn geworden op Club Brugge. Ik vond dat heel leuk om te lezen en heel toepasselijk voor wat wij daar toen die dag gecreëerd en meegemaakt hebben. En ik moet zeggen, dat zijn inderdaad verplaatsingen die je niet snel vergeet. De terugritten van die verplaatsingen zijn ook wel niet altijd aangenaam, hè, want als je zo terug de bus op moet s'nachts. Luc, heb jij nog zo terugritten waarvan dat je denkt, goh, dat was toch een tripje, dat was toch een huzarenstukje om terug in België te geraken, en waarvan je denkt, had ik dat op voorhand geweten, dan was ik misschien niet mee geweest? Ik heb eigenlijk het omgekeerd. We hebben ooit tegen St. Gallen gespeeld in Zürich. En toen was ik met een bus van Bunsbeek bij Tienen. En wij waren denk ik met 28 of met 30 man. In ieder geval, die mensen van Tienen die zijn gekend om een stevig pintje te kunnen drinken. Ze hadden op de bus in totaal iets van 40 bakken. En ik weet dat ik, toen ik in Zürich aankwam, zelf 5 pintjes op had. Maar die 40 bakken die waren volledig geconsumeerd. Een aantal hebben die wedstrijd zelfs niet gezien. Maar uiteindelijk, 4-5 minuten voor tijd, zijn er heel veel naar de bus gegaan. Want we stonden 1-0 achter. En dan valt er daar ergens een bal voor de voeten van Mendoza. Ik blijf er nog altijd bij. Als je hem te goed raakt, zoeken ze de bal nu nog. Maar hij raakt hem niet te goed. Hij gaat er binnen. Ik herinner mij Bolly. Die stond eigenlijk op de hekken van de tribune. Iedereen super gelukkig. En daarna op de parking hebben wij denk ik een half uur aan een stuk up en down gedaan. En dan die terugreis waar je eigenlijk 5 minuten voor het einde tegen opzag. Dat is uiteindelijk een fantastische terugreis geworden. Ja, je benoemt hem al, Bolly, oud-oprichter samen met Hans van Blue Army. Ook een gekend figuur binnen de club. Er is die anekdote van Bolly in, help me even, in Maribor. Ja, de befaamde wedstrijd onder Down, waar we 3-0 achterkomen en uiteindelijk 3-4 winnen. Waarbij Bolly denk ik al op een bepaald moment het stadion verlaten had en van de lokale stewards niet meer naar binnen mocht. En dus maar op de parking het mirakel van Maribor heeft moeten meevolgen. Was iemand van jullie daar in Maribor voor dat befaamde mirakel? Ik was er niet, nee. Ik was er ook niet. Ik was verhinderd door mijn werk, dat herinner ik mij. Dat leek mij toch ook wel een memorabele verplaatsing. Ik zie nog de beelden voor mij van Ryan Donk, die samen met de meegereisde fans in de hekken, zoals we dat noemen, vierde. En dat leek mij een heel leuk uitje om te zijn. En ik denk dat het feest achteraf ook wel fameus was. Ja, ik denk dat dat soort verplaatsingen ook al altijd bijblijven. En dat we dan, ik herinner mij, ik was nog student, ik zat in de Overpoort bowling met 100 mede-clubfans. Dat we dan toch vloeken dat we daar niet bij waren. Hè. En dat zijn zo van die momenten. Hans, zijn er zo nog wedstrijden waarvan dat je achteraf denkt, jutoch, was ik maar mee geweest, waarbij je dan uiteindelijk niet geweest was en dat het toch zowel qua resultaat en qua sfeer ter plaatse toch de moeite bleek?
Bij Wembley heb ik inderdaad is al voorbij gekomen, maar ik was te jong, Maribor. Maar AC Milan en de Mendoza 0-1 was ik er ook niet bij. Dat vind ik ook jammer dat ik die niet live heb meegemaakt. Ik kan me niet herinneren hoe het kwam, maar die, ik was niet mee. Luc, was jij in San Siro toen? In San Siro was ik erbij. En dat is ook een wedstrijd waar wij ons hotel nooit gezien hebben. En waar de spelers ook met de supporters zijn gaan vieren de hele nacht. Vooral, Danny Verlinde, die was dat toen, die normaal een heel nuchtere man is. Die heeft toen toch wel een supermatch gespeeld en dat ook super gevierd. Dus daar was ik bij. Een wedstrijd die ik gemist heb, die ik absoluut, waar ik heel veel spijt van heb, dat is toen we in Kopenhagen met 0-4 gewonnen hebben, waar de Rafa een super dag had. Die was ik er niet bij. Ik ben wel in Kopenhagen de andere geweest, waar we 4-0 de boot in gingen, wat nooit gemoeten had. Maar dus die we daar gewonnen hebben, die had ik er wel graag bij geweest. Ja, ik was ook mee in Kopenhagen toen we 4-0 verloren. Onze eerste Champions League away na zoveel jaren, hè, met Michel Preud'homme. En dan kregen we 4-0 om de oren. Uiteindelijk heb ik daar wel een heel fijne tijd gehad, want Kopenhagen was een fantastische stad. En we hebben daar in een Irish pub wel in de namiddag gefeest. Maar achteraf gezien, het resultaat was niet zo goed. Luc, je vertelt me... Ik ben ervan overtuigd ook dat de hardrockcafés, die zijn super blij als ze in een stad zijn als Club Brugge mag komen. Want de club trekt bijna altijd samen in de hardrockcafés en die hebben dan wel superdagen. Ja, Luc, ik wou nog even terugkomen. Jij zei net, na Milan zijn we gaan feesten met de spelers. Ik denk dat zowel jij als Hans misschien wel wat anekdotes hebben, want de clubspelers, vroeger meer dan nu, want nu is dat natuurlijk niet meer mogelijk, hebben wel een verleden en een hoe zou ik het zeggen, een verleden met af en toe eens uit de bol gaan na een Europese verplaatsing. En vaak betrekken ze daar de fans mee. Heb je zo nog andere anekdotes of verhalen van Europese verplaatsingen waar je s'nachts toevallig met spelers of bestuur of trainers in dezelfde discotheek of café zit? En ik eigenlijk, buiten die ik straks al genoemd heb, dan vriendschappelijk, alleen in Milaan toen. En dat was hoofdzakelijk toen met de spelers. Ik heb de spelers ook wel gezien, maar toen had ik geen goesting om te vieren. Toen dat we in Lyon met 3-0 de boot ingegaan zijn, in de 93ste minuut, toen eigenlijk de bal over de tribune had moeten vliegen. Toen zijn er ook een aantal spelers afgezakt naar de supporters, maar toen was ik persoonlijk zo diep teleurgesteld dat ik geen enkele zin meer had om wat dan ook nog te vieren. Ja, ik denk dat die wedstrijd in Lyon het dieptepunt moet geweest zijn van alle Europese verplaatsingen. Hans, heb jij anekdotes van verplaatsingen waarbij dat de spelers opeens opduiken in de stad en jij als supporter er met hun een pint kan drinken? Ik heb vaak, als we met de auto rijden, noteer ik waar de spelers in een hotel verblijven. En ik denk dat we nu al 4 of 5 keer het spelershotel hebben aangedaan en de spelers zien vertrekken vanaf het hotel op de bus. Dat we ze daar dan, onder andere in Spurs, een tijdje geleden, dat we ze één voor één probeerden moed in te spreken. En dat heb ik gedaan. Maar spelers in het nachtleven na een uitwedstrijd heb ik, maar ik zoek ze ook niet op, dat heb ik nog niet meegemaakt, nee. Oké. Okay. Ja, er zijn wel zo verhalen, hè, van de oude tijd, waarbij dat de spelers s'nachts nog door de vensters kropen om toch ergens te gaan feesten. Maar ja, dat is niet meer van deze tijd. Ik denk dat Noah Lang of Charlotte de Ketelaar of Hans van Aken het niet zouden moeten geprobeerd hebben vorig jaar om mee te komen vieren. Maar dat zijn andere tijden. Ja, dan heb je Pascal Plovis of Luc Beijersen en dergelijke Janneke Keulemans nodig. Ja. Maar ik herinner me wel dat we ooit nog eens voor een zomerstage met een bus naar Nuremberg zijn gereden met Blue Army in de tijd. En dat we daar hadden de spelers en de technische staf hadden uitgenodigd voor een barbecue na een oefenwedstrijd. Die zijn dan bij ons geweest op het hotel. Wij hadden daar een barbecue geregeld. En ik herinner mij dat we Hert bijvoorbeeld
Ik nam mijn telefoon, ik belde naar mijn broer en ik zei tegen mijn broer, er moet iemand iets zeggen tegen jou. En dan kwam Gert aan de lijn. Dan waren ze wel in de Solliet-periode best toegankelijk en dergelijke dingen konden dan wel. Vanuit Nuremberg kreeg mijn broer dan een telefoon van Gert Verheyen. Maar die dingen Europees, na een Europese wedstrijd, ik maak ook altijd dat ik de nacht erna natuurlijk, de ochtend erna altijd zo gauw als mogelijk terug vlieg naar België. Want winst of verlies, eens de voetbalwedstrijd voorbij is, hoeft het niet meer voor mij. Ik ga niet gemakkelijker een citytrip aan vast hangen. Sommige voetbalclubfans doen dat wel, omdat ze zeggen, ja, we maken de vliegtuigreis en de vliegreis. En ja, dan is het toch wel interessant om nog 1 of 2 dagen na te blijven. Voor mij hoeft dat echt niet. Zodra die wedstrijd achter de rug is, dan wil ik zo gauw als mogelijk terug naar België. Maar iedereen is dan natuurlijk vrij. Ja, ons motto van onze bende is ook zo, de dag na de wedstrijd zo rap mogelijk weer weg. Want of je zit met een kater letterlijk, of je zit met een kater figuurlijk. En dan is het beste om zo snel mogelijk terug naar huis te keren. En eigenlijk ook zo min mogelijk verlof te moeten opnemen. Dat is eigenlijk ook wel iets wat we proberen te doen. Nog een reden. Ik vind het wel belangrijk om de avond voor de wedstrijd zeker in de stad te zijn. Ik herinner mij heel in het begin dat ik meeging op verplaatsing, dat we nog af en toe een keer de laatste training konden meepikken van club in het stadion. Ik herinner me dat op Valencia nog, waar Geert de Vlieger onze fijne nacht wenste en niet te veel drank, omdat we de volgende dag ook in vorm moesten zijn. Maar tegenwoordig gaat dat niet meer. Hè. Die trainingen zijn afgesloten, het stadion is afgesloten. Maar we vinden wel altijd leuke plekken om samen te komen. En inderdaad, je hebt eigenlijk de verschillende type clubsupporters. Hè. Degene die meteen bij de massa willen zijn en niets van de stad willen weten. En dan de anderen die eerst de stad verkennen en op zijn gemak even willen kijken wat er te zien valt. Luc, wat was voor jou zo de mooiste stad waar je met club ooit bent geweest en waar je echt meest van onder de indruk was? Persoonlijk ben ik enorm gecharmeerd al heel mijn leven van Londen. Dus ik vind Londen sowieso een schitterende stad. Maar als ik echt zou moeten kiezen, dan is het Athene. Athene is een stad, ik heb daar een wedstrijd tegen Panathinaikos gezien en eentje tegen AEK. Maar Athene is een stad waar ik altijd naar zou terugkeren en waar ik die ook altijd een verlengd verblijf aan koppel. Ik ga nu zelf voor de eerste keer naar Porto. Ik had persoonlijk daar liever Benfica gehad en Lissabon, omdat ik ook graag naar Lissabon ga. Maar Porto, heb ik mij laten vertellen, is ook een schitterende stad. Dus ik denk dat dat wel iets bijzonders gaat zijn. Hans, wat is jouw favoriete stad die je bezocht hebt met club? Ik heb mij in Valencia heb ik toch wel best mijn ogen uitgekeken, als ik het goed heb, 2008. Ik ben in Porto geweest een tijdje geleden, 5 of 6 jaar geleden. Maar dan hebben we meer in feite de binnenkanten van de lokale horecazaken gezien. Dus nu is mijn plan toch wel om meer van de cultuur en het centrum te zien. Ik herinner mij dat Porto nogal zwart geblakerde gevels kent, oude gebouwen, veel trappen en dan die brug die het stad in twee verdeelt. Dus Porto is best een leuke stad. En zeker september wordt het toch wel leuk toeven ook, qua weer. Dus die eigenlijk de steden in Spanje en Portugal in oktober, november zijn best leuk, omdat het weer meevalt. Het is er goedkoop, want je gaat er buiten de toeristische periodes. Dus geef mij maar, ik ben best tevreden, Madrid, het is nu de derde of de vierde keer op korte termijn, maar met Porto ben ik best tevreden, dat ook Lissabon mogen zijn. Maar liever meer naar het zuiden dan die noordelijke landen wat Europese verplaatsingen betreft. Ja, je moet geluk hebben, hè. Als je vorig jaar Parijs nam, ja, dan letterlijk met alle respect,
Maar ik vind dat we daar als beesten behandeld zijn. Wij werden Ja. aan een peage opgehouden. Op een moment op slakke tempo naar het stadion. Onmiddellijk verplicht dat stadion binnen te gaan. En we hebben van de hele stad niks gezien. Ja, er zijn zo'n aantal verplaatsingen kortbij. Waar we jammer genoeg de laatste jaren op buscombi's botsen. Hè. Inderdaad, Parijs. Ik ben daar 3 of 4 jaar geleden toen mee geweest. Toen konden we wel nog de stad in, maar de mensen die met de bus waren gekomen, die werden ook op de parking gehouden. Ja, en dan is de lol er eigenlijk af. Hè. Ik herinner mij ook een wedstrijd op Ajax, waar clubsupporters ook een hele namiddag op de parking hebben moeten toeven. Ja, dat zijn denk ik wel verplaatsingen die wij graag zouden willen mijden, ondanks dat Parijs en Amsterdam leuke steden zijn. Maar die gaan we dan eerder op citytrip doen met de vrouw of met vrienden. Zijn er nog zo van die verplaatsingen geweest, Luc of Hans, waar jullie zich echt als beesten behandeld gevoeld hebben door de lokale autoriteiten of door de lokale fans? Zeker nee, eigenlijk alleen die laatste naar Parijs, die vond ik gewoon verschrikkelijk. Het omgekeerde kan ook gebeuren toen wij naar Legia Warschau gingen. Toen waren er supporters van Wisla Krakow aangekondigd. En de lokale politie die had zoveel schrik dat die ons gingen aanvallen. Dat ze alles gedaan hebben dat wij zo veilig mogelijk met bussen in de stad terugraakten. En dan bij de lokale pubs kwamen. En vandaar dat Warschau ook iets is wat mij is bijgebleven. Want de politie had meer schrik van de eigen fans dan van ons. Ja, Hans, heb jij nog zo'n anekdotes? Maar ik heb wat het gedrag en de behandeling van clubsupporters in het buitenland betreft toch wel slechte herinneringen aan die wedstrijd op Lyon, waar die oproerpolitie na die 3-0 van Sonny Andersen in feite sloeg op alles wat bewoog. Dus die zal ik nooit vergeten. En ik meen me te herinneren dat we in Torino moesten we zelfs onze schoenen uitdoen. En voor het ticket en voor we gefouilleerd werden, moesten we onze schoenen uitdoen. Dat vond ik ook wel er een beetje over. Maar langs de andere kant, Torino was dan een van die verplaatsingen waar een lokale discotheek werd afgehuurd door een aantal clubfans. En die dan die samenzang in een afgesloten horecazaak voor zo'n verplaatsing. Ik herinner mij Torino, Kopenhagen. Leicester, waar je dat wijgevoel dan nog meer in feite hebt, om dan na x aantal uren feesten voor de wedstrijd, kom je dan samen buiten en dan wandel je met z'n honderden in de richting van het stadion. Dat vind ik toch ook wel, Newcastle was ook zo een. Dit zijn wel leuke verplaatsingen, omdat dat wijgevoel dan toch wel doordat je in een afgesloten ruimte met alleen maar dezelfde zielsgenoten en clubfans zit, dan kan dat ook wel een extra dimensie geven aan die away-ervaring. Dus dit element is nog niet ter sprake gekomen. Het afhuren van een ruimte. Jij hebt het zelf gedaan in Parijs, herinner ik mij, William. Die samenzang in een van die Irish pubs, dit is toch ook wel memorabel en dit blijft je bij, ook al verlies je dan die wedstrijd. Dit samenzingen en dat wijgevoel voor de wedstrijd, dit is toch ook wel een element wat heel leuk is om mee te maken. Ja. En dat heb je niet op iedere Belgische verplaatsing, zeg maar, waar je vanaf die bus dan het stadion in moet. Het samenzingen in een leuk café of discotheek, dit vind ik ook nog een extra toegevoegde waarde aan die away days. Ja, wordt inderdaad al een aantal jaren gedaan door menig clubfans, dus of de avond ervoor of de dag zelf een lokale discotheek of pub zoeken. Inderdaad, in Parijs hebben we dat gehad en in Manchester, toen we op United spelen, hebben we dat ook gehad. En ik moet toegeven, dat is voor mij ook het leukste moment. Als je daar met een hoop gelijkgezinden staat, de oude clubliedjes terug kan bovenhalen en soms ook gewoon nieuwe liedjes kan lanceren. Want dat is ook het moment tussen pot en pint
dat we met muziek op de achtergrond, hè, we hebben zo onze playlisten mee hè, de laatste jaren, dat we dan nieuwe liederen kunnen lanceren die misschien nog niet bij het grote publiek gekend zijn. En dat is inderdaad fenomenaal samen met het wandelen richting het stadion. Luc, heb jij zo nog van die pre-parties of andere samenkomsten op verplaatsing waar dat je toch leuke momenten hebt beleefd die in je opkomen? Eigenlijk twee. Ik ga beginnen met de oudste en dat was per toeval Ajax, waar Hans dan een mindere ervaring heeft gehad. Waarom is voor mij Ajax een super ervaring? Dat was de tijd toen dat Club Brugge hun Europese verplaatsingen verkocht had aan Hansa Reizen. En gezien dat ik altijd met de auto naar club kwam en ook op verplaatsing met de auto ging, kon ik natuurlijk nergens niet op een bus geraken. Want ik was nooit bij een busreis. En ik heb toen een open brief geschreven naar dokter Michel Doge. En waar ik in stond dat ik dat belachelijk vond, want dat ze hun pasjes hadden en dat ze ook aan de hand van hun pasjes en de abonnementen konden zien wie dat altijd op de clubwedstrijden was. Nu, tot mijn stomme verbazing belde dokter Dogen mij terug, want in die brief had ik heel veel dingen gezet die positief konden zijn. Maar daarmee had ik nog geen kaartje voor Ajax. En gezien dat ik bij een multinational werk, die ook in Nederland zit, had ik daar eigenlijk een mail gestuurd dat als er niemand was die kaarten had voor Ajax Club Brugge. En de baas van Ecolab, die bood mij 4 kaarten aan en dat waren 4 logeplaatsen. En toen is William Lampes van Zottegem en Peterke Jansen, die zijn met mij meegegaan en een collega van het werk. En wie zat naast mij op tribune? Michel Doge en Weile Jean-Luc Dehaene. En toen zei ik tegen meneer Doge, ik ben Luc Alleeuw, de man van de brief. We hebben nu nog altijd contact. Ik ben nog steeds in contact met dokter Doge. En voor mij is dat bijgebleven. En ik moet zeggen, achteraf heeft hij heel vaak, zeker toen dat hij voorzitter was, heeft hij wel eens regelmatig met mij gebeld van Luc, wat zouden de supporters van dit of van dat denken? En dat is voor mij een heel goede herinnering. Een verplaatsing die een van de laatste naar Leipzig. Daar hebben wij op de zogezegde kerstmarkt, op het café op de hoek, een fantastische sfeer gecreëerd. Die hele kerstmarkt was eigenlijk op en top Club Brugge. Wij zijn dan ook gewandeld naar het stadion. Je kon met bussen, maar de plaatselijke politie die liet jullie doorgaan. En wij zijn dan met ons 4 of 5 dat we waren, zelfs met de harde kern van Leipzig, samen naar het stadion gegaan. En we hebben daar afgebroederd. En wij zijn dan achter het stadion om, waar we bij onze eigen stewards kwamen. En dat is er eentje die mij wel bijblijft. Ja, je zegt het net, ondanks de buscombi of ondanks de verplichting om via een supportersfederatie te gaan, geraken we toch altijd met een aantal clubfans ook op moeilijkere verplaatsingen binnen. Hans, heb jij zo nog van die wedstrijden waar dat je eigenlijk niet in het clubvak geraakte, maar dan toch op verplaatsing bent meegeweest door tickets in het thuisvak te kopen of op andere manieren inventief te zijn? Ik heb meerdere Europese verplaatsingen dat ik achter het net viste wat tickets betreft en dat ik dan via lokale mensen of ter plaatse aan tickets geraakte in het thuisvak. Maar vaak zien ze wel dan de ordediensten dat we geen lokale jongens zijn en worden we dan wel begeleid naar het uitvak. Dus dit is in het verleden nooit een probleem geweest. Dus dat kan. Dus als je een beetje inventief bent en je vist achter het net omdat je via je supportersclub niet bovenaan staat in de Europese ranglijst en je raakt via club niet aan het ticket, dan kun je nog altijd het erop wagen en ofwel online via de uitclub of ter plaatse, want eerlijk gezegd, voor ons zijn die Europese verplaatsingen het Walhalla en soms het toppunt van ons voetbalseizoen. Maar voor de lokale Man City bijvoorbeeld supporters, die of dat Club Brugge nu komt, die leven niet voor die Europese wedstrijden. Dus er is altijd toch wel een zaakje te doen ter plaatse, maar je moet je dan wel die reiskosten getroosten. Maar ik zou zeggen, als je echt wil,
dan kom je overal binnen, maar je moet inventief zijn en je moet ook een beetje talen spreken. Als je vlot meertalig bent, dan... Ik ben al overal binnengeraakt, maar meestal via Club Brugge en via het ticket van de normale, via de normale kanalen. Maar ik denk dat ik van die 63, dat ik er een 6-7-tal bij thuispubliek heb meegemaakt, waarvan een 3-tal dan begeleid naar het uitvak. Dus ja, dat is misschien een het tip kan, voor de... maar je moet gewoon een beetje lef hebben. Ja, dat is misschien een goede tip voor de jonge of andere luisteraars van ons die nog niet op Europese verplaatsing zijn geweest en ja, die niet altijd goed weten hoe het moet om er te geraken. Hè? Want je hebt natuurlijk die supportersclubs waarbij je moet aangesloten zijn om dan kans te maken. De verplaatsingen naar Porto en Madrid zijn verplaatsingen met veel tickets. Dus daar is het wel altijd mogelijk, ook al maak je je nu lid, om mee te gaan. Maar er zijn verplaatsingen, ik denk nu aan Leverkusen dit jaar, waar er minder tickets zijn en waar dat de kans heel klein is om via de supportersclub te gaan. Maar effectief, het is zoals Hans zegt, je geraakt er als je zin hebt. Dus ik zou zeggen, als je nog nooit een verplaatsing hebt gedaan en je wil het eens meemaken en je weet niet hoe moet ik daar geraken, zoek tickets tussen de thuisfans, zoek waar de uitfans zitten en koop tickets ernaast, naast het bezoekersvak. En ja, zoals Hans terecht aanhaalde, vaak ziet de politie of de steward in kwestie dat je niet van de lokale supporters bent en krijg je een begeleiding via het uitvak, zodat je toch bij de clubfans terechtkomt. Dus er is altijd een weg. We gaan neutraal, hè. Wat zeg je? Maar altijd neutraal gaan. Als je met supportersattributen, als je met een sjaal of een shirt, dan is het natuurlijk linker. Maar als neutrale voetbalfan, zonder uiterlijke supporterskenmerken, dan geraak je zeker binnen. Ja. Je hoeft je geen zorgen te maken dat die wedstrijden altijd tot in de nok uitverkocht zijn. Nee, er zijn altijd wel wat zaken. Ik heb zelf ook in Bern een Europese voorronde. Ik was ook nog jong en ik was ook nog niet echt op de hoogte van supportersclubs. Zelf met mijn auto naar daar gereden en de avond voor de wedstrijd in de ticketshop van Bern een ticketje gaan aankopen in het vak naast het clubvak. Ik had dat gelezen op het forum of op een online platform. Dat andere clubfans dat ook gingen doen. En effectief, we zaten daar met 200-300. En dat was op zich ook wel een memorabele away. Ik herinner mij dat wij toen in een pub zaten in Bern. Centrum van Bern. Waar de tram passeerde. En wij wouden naar het stadion vertrekken. De politie zei, wacht, jullie moeten niet naar de tramhalte lopen. Die is iets te ver. We gaan de tram gewoon doen, stoppen voor de deur van de pub. En dat was wel een leuke tramrit naar het stadion. Dit geheel terzijde. Young Boys Bern. Ik weet niet, Luc, wil jij nog iets toevoegen? Ja, ik heb natuurlijk, ik woon in Limburg, dus voor mij is zeker naar de Duitse ploegen al iets handiger om aan kaarten te geraken. En mijn ervaring is eigenlijk, als je naar de sites van de Duitse teams gaat, ik ben er bijna van overtuigd, bij Leverkusen ook, dat je gegarandeerd aan kaarten gaat geraken. Want ik heb dat op Dortmund ook gedaan. En ik heb dat bij Schalke in de tijd gedaan. Ik heb ooit bij München-Gladbach. Dus daar raak je er wel vrij vlot aan. Ook al zien ze dat je Belg bent. Ze weten dat, dat er veel tegen de grens wonen. Ja, dat klopt. Het is inderdaad niet altijd gemakkelijk. En de inventieve supporters die zullen altijd wel een weg vinden. En daarvoor zijn we ook gekend als clubfans. Nu ja, die supportersclubs die moeten natuurlijk ook leven. En die leven ook van die busreizen waar ze dan effectief bakken bier aan de man brengen. En die mensen die een heel jaar door alles geven voor hun leden, ja, die horen dan ook natuurlijk beloond te worden door op die verplaatsingen een bus in te leggen. En dat is natuurlijk niet altijd ideaal, want wie bus zegt, zegt gebonden aan die bus, zegt niet de avond ervoor de stad in. En dat is natuurlijk af en toe is jammer, want ik vind echt dat die avond ervoor zo belangrijk is om de stad te verkennen, om al even de lokale horeca op te zoeken en de clubfans op te zoeken. Hans, heb jij nog zo bepaalde avonden voor een wedstrijd iets leuks meegemaakt of leuke feestjes gehad die je zijn bijgebleven? Ja, dus Salzburg bijvoorbeeld, de avond voor de wedstrijd, dan zoek je elkaar op.
En ja, er zijn altijd zaken die gebeuren. Het blijft, ik blijf het herhalen, rond iedere Europese verplaatsing kun je een mooi boek in feite schrijven, omdat je zoveel meemaakt op zo'n korte periode. En het is zo moeilijk om het allemaal te vatten. Het ene volgt op het andere. Het is gewoon dat wij-gevoel en het cultiveren van dat clubgevoel, dat vind ik... Ja, dit is zo apart. Dit kan ik met niks vergelijken. Het feit dat je honderden kilometers, enkel en alleen om voor Club Brugge, naar een vreemde stad komt waar je anders nooit... Salzburg bijvoorbeeld, het geboortestad van Mozart. Ik had er nooit of te nimmer zou ik in Salzburg een voet gezet hebben, waar het niet dat daar een Red Bull Salzburg speelt. En ik daar met honderden clubfans de avond ervoor een feestje heb gebouwd. Ja, dit zijn zo'n onvergetelijke momenten. En ik kan er even ook een anekdote, wat me nu ook nog net te binnen schiet, en ook even aansluitend op wat Luc heeft verteld. In Barcelona heb ik ooit bij het binnenkomen van het stadion, ik had wat te veel hersennat binnen, denk ik, heb ik de wc's opgezocht en aan de urinoir stond naast mij Jean-Luc Dehaene. En dit vind ik ook zo typisch, dat ongeacht je stand, of dat je nu rijk bent of arm, je bent daar. En wat verbindt ons clubfans daar? Dat is die passie voor Club Brugge. En of dat dan nu een eerste minister is, of om het even welk iemand van op welk niveau, het verbindende. En ja, dit is gewoon niet te omschrijven wat een verbindend gevoel. En dat overstijgt alle rangen en klassen. En dat vind ik ook fijn aan die Europese verplaatsingen, dat je daar veel verschillende mensen tegenkomt. Allemaal met datzelfde doel, hun Club Brugge. Een hart onder de riem steken en om fier naar huis te gaan op basis van die Europese prestatie dan. Dus ja, dit is voor mij het Europese away-gevoel. Ja, Luc, zijn er bij jou steden waar dat je zegt, die zou ik nooit bezocht hebben, moest club er niet gespeeld hebben, en waar je dan toch geweest bent met club? Salzburg in ieder geval, want daar waren wij ook 3 dagen, daar was dat inderdaad zo. Ik denk persoonlijk dat ik nooit naar Leicester zou geweest zijn als club dat niet gespeeld had. Ik denk niet dat ik daar ooit zou geweest zijn. Niks te zien, inderdaad. Ja. Maar dat zijn wel vaak ook verplaatsingen waar niks te zien valt, waar je dan ook sneller de kroeg induikt, omdat er toch echt niets te beleven valt. En dat zijn dan soms ook wel verplaatsingen die leuk kunnen uitdraaien, omdat je dan de hele dag eigenlijk binnen zit. En dan achteraf zeg je, wat heb ik daar nu gezien? Eigenlijk helemaal niks. Zijn er nog zo'n steden, Hans, waar dat je aan denkt? Ik had nooit naar Enschede geweest. Dus Twente Club, dat was ook nog eentje in 1989. Dat was ook genoeg van dat, ik zat toen in Keulen. Ik zat toen in Keulen en ik ben met de auto vanuit mijn legerplaats naar Enschede gereden. En Bremen en Enschede, Twente, dat waren op het vlak van voetbalgeweld, dat waren de woeligste away games wat ik ooit heb meegemaakt. Die twee steden waren, zowel Bremen 92 als Enschede 89, die waren belegerd. En overal hoorde je sirenes, et cetera. Dit waren de woeligste ooit, maar ik had nooit... Enschede had ik nooit bezocht, dat club daar niet tegen Twente uitgekomen. Ja. Bremen, je benoemt het. Stadion. Ja. Bremen, Hans, je benoemt het. Luc, was jij daar ook bij in Bremen? Eigenlijk moet ik bijna zeggen, helaas was ik daarbij. Want, ja. Kunnen jullie voor de jonge fans misschien even nog schetsen? Ja, er is van onderuit de vuurpijl naar boven afgeschoten. En nadat dat gebeurd was, heeft ook uiteraard de politie heel hard opgetreden.
Het was al niet makkelijk om het stadion binnen te geraken, omdat er al een beetje amok was geweest voor de wedstrijd. Maar dan kwam er nog dat vuurpijlincident bij. En ja, dan konden we niet snel genoeg in de bus zitten. En dan was, denk ik eigenlijk, ik was toen met de bus van Herzelen. Ik denk dat iedereen blij was dat we allemaal op de bus zaten en dat we weg konden. Want dat was geen prettige beleving. Ja, er is toen ook nog een verhaal geweest van een muur, denk ik, die net geschilderd was, waar dan clubfans met graffiti een hele tag hebben aangebracht. Ja, dat zijn soms van die verplaatsingen waar een aantal clubfans zich volledig niet kunnen inhouden. Daar zijn we ook niet altijd fier op. Hè. Ik herinner mij in Madrid een aantal fans die toen met zigeuners gelachen hebben. En ik probeer altijd op die momenten die mensen even bij de wijs te brengen en te vragen om zich te gedragen en zaken die ze bij hun thuis niet zouden doen, ook niet te doen op verplaatsing. Want ze brengen ons enkel maar in discrediet. Ik weet niet of jij daarmee akkoord bent, Hans. Ja, helemaal. Nu goed, wat die zigeuners betreft, ze waren toch wel heel opdringerig. En ik heb me ook op een gegeven moment kwaad gemaakt, omdat ze toch met van alles je aanbieden. En als je dan ze negeerde. Maar goed, er zijn er een aantal die over de grens van het toelaatbare gegaan hebben, clubfans dan. En die brengen ons inderdaad dan in een kwaad daglicht. Ja, dus. Je mag niet zeggen, dit hoort erbij, dit hoort er eigenlijk niet bij, want niemand is daar gebaat bij. Maar ja, dit is ook ingegeven door wat alcohol en wellicht ook dat groepsgevoel. Want sommige enkelingen zouden dit nooit doen, mochten ze individueel in die situatie zitten, maar als groep komen er dan soms wel andere dingen naar boven. Ja, en dit is inderdaad, het valt te betreuren. Om het nu over diezelfde away te hebben, over de sfeer. De reporter van de BBC, denk ik, voor Real Madrid, die zei toen na de wedstrijd dat hij al 15 jaar verslaggeving deed op Bernabeu. En dat hij in de laatste jaren nog nooit zo'n luidruchtige uitvak had gehoord als toen met de clubfans. Ja, 2-2. Iets dat ons altijd zal bijblijven. Ik vond Bernabeu persoonlijk ook veel leuker dan Atletico Madrid, waar het nieuwe stadion een echte grafbak is, waar je ver van het veld zit achter een net. En Bernabeu, ja, daar voelde je toch de traditie, de grandeur van Real. Dat was een wedstrijd met sfeer waarvan je denkt, we maken veel lawaai, we zijn aanwezig. Ja, dat is leuk. En ik denk dat we daar dan toch altijd heel fier zijn. Dat wij als clubfans onze club steunen en zo lawaaierig kunnen zijn en dan die complimenten krijgen van iemand die daar al die jaren zit. Zijn er nog zo wedstrijden bovenop die wedstrijd waar dat jullie denken van qua sfeer, ja, dat blijft me bij. Clubfans waren zodanig in vorm dat de thuisploeg niet boven ons geraakte. Spurs, ik herinner mij die 3-1 nederlaag. Ik geloof dat we voorkwamen via Salou. Ja. En dan nog met 3-1 verloren. En ik denk dat we een half uur aan een stuk in de tweede helft een continuous song hebben gebracht. En de Spurs-fans die werden zot van ons aanhoudend gezang. En die kwamen niet over ons. Dus dit was ook een memorabele. Dortmund hebben we gehad. Die 0-0. Real Madrid, die 2-2. Torino vond ik ons ook verbaal heel sterk, 0-0. En die ik net kom te vernoemen, Spurs. Maar Birmingham City was ook, waar we ook best verbaal sterk. St. Gallen waren we ook best aanwezig. Ja. Dus ja, ik denk wel dat we daar ook een reputatie hebben. En overal waar we komen, ongeacht de wedstrijdevolutie en het scoreverloop, dat Club Brugge altijd geroemd is geweest omwille van zijn vocale support en zijn Engelse sfeer. Ik denk dat we daar best fier op mogen zijn en ik hoop dat we dat nog lang kunnen vasthouden, die sfeerreputatie in het away-vak. Vrijdagavond had ik in Charleroi ook een beetje dat gevoel dat
Dat was ook weer verbaal een heel sterke prestatie van onze 12e man. Je hebt zo van die avonden, William, je weet dat ook, Luc, dat het allemaal zo in elkaar past. Iedereen is in vorm en iedereen vult elkaar aan. Je hebt een aantal mensen nodig die de boel in gang zetten. En als dat wordt opgepikt, dan kunnen dat fenomenaal leuke sfeerwedstrijden worden. Dus hopelijk kunnen we in Porto, Atletico en Leverkusen daar een vervolg aan brengen. Ja, Luc, heb jij nog zo wedstrijden waar je zegt, dat was echt luid, dat was leuke sfeer en, van minuut 1 tot minuut 90 van de clubfans? Ik vind eigenlijk dat alle Europese verplaatsingen is. Gewoon weg om het feit, die fans die daar naar gaan, dat zijn echt de diehard clubfans, die willen daar iets van maken. En zelfs als die uitslag wat tegenvalt, want ik herinner me 2 jaar terug in Manchester, ja, daar kregen we 5-0. Maar eigenlijk hebben de clubsupporters nooit gezwegen. En zijn blijven achter het team staan. En dat valt mij wel zeker Europees op. Ook op verplaatsing, maar vooral Europees. Die fans die daar zijn, die zullen niet staan mekkeren. Die zullen wel eens tegen elkaar zeggen, dat was een domme fout. Maar die blijven continu achter het team staan. Ja. Monaco, wij die 0-4, William was ook zo. We hebben echt die Monegasken weggeblazen. Die zijn er nooit aan te pas gekomen. Dus we hebben er wel meerdere dat we echt verbaal de thuisfans wegblazen. Ja, en als je dan Real Madrid uitneemt, ja, dat komt dan natuurlijk, daar blijf je met plezier 20 minuten in die tribune staan. Dan komt er nog een Simon Mignolet en dan komt nog eens even Ruud Vormer 3-4 keren. Die fans nog wat opmonteren. Ja, dan, dat zijn onvergetelijke dingen. Hè? Ja, om nu naar de toekomst te kijken, we staan nu net voor het begin van de campagne van 2022-2023. Volgende week de levensbelangrijke, in mijn ogen, thuiswedstrijd tegen Leverkusen. En dan 3 verplaatsingen, hè, Porto, Atletico Madrid en Leverkusen. Hans, ja, naar welke verplaatsing van de 3 kijk jij het meest uit? Welke wordt volgens jou de meest memorabele van de 3 die we nu gaan krijgen? Maar vanuit persoonlijk oogpunt, omdat ik al in Porto in het Dragonstadion ben geweest en ook in Wanda Metropolitano van Atletico Madrid, kijk ik het meest uit naar Leverkusen en de Bay Arena. Ik denk ook dat van de 3 die verplaatsing door de meeste clubfans met een stip staat aangeduid omwille van de korte afstand. Maar ik denk, als er maar deze 1760 tickets beschikbaar zijn in het away-vak, dat het vechten wordt voor die tickets. Porto 2252 tickets via Sportsfederatie, Atletico 3300. Daar denk ik dat het moeilijk zal zijn om die away-vakken vol te krijgen. Dus ik denk op papier dat Leverkusen, lijkt mij, diegene, het is ook de laatste van die 3 away's en de 6e speeldag 6. Wellicht zal alles daar beslist worden, of dat het nu gaat om 2e, 3e of 4e plek. Dus ik verwacht het meest van die verplaatsing 2 november Leverkusen. Maar als het Porto wij wordt, of Atletico, waar we een memorabel resultaat en dito sfeer creëren, dan teken ik daarvoor. Maar mijn gevoel zegt Leverkusen. Luc, wat zegt jouw gevoel? Hangt allemaal af van de eerste wedstrijd. Dus de wedstrijd thuis tegen Leverkusen, wij mogen denk ik zeggen, of wij moeten die winnen. En dan lijkt mij de meest belangrijke Porto, omdat ik ons in staat acht om in Porto minstens een punt weg te halen. En misschien wel meer. Daarvoor kijk ik het meeste naar Porto uit. Ik kijk iets minder naar Leverkusen uit, omdat dat een stadion is waar ik om de 14 dagen kom. Omdat ook de dames van Leverkusen spelen net achter de Bay Arena. Ik ben heel vaak al ook bij Leverkusen in de Bay Arena geweest. Wij zullen daar een hele mooie sfeer kunnen maken. Want de Leverkusen fans zijn nu niet de meest beruchte in Duitsland. Maar het is een stadion waar de sfeer iets sneller uit het stadion gaat. Er hangt dus door van dak boven en het gaat direct naar boven schieten. Maar dat gaat wel de belangrijkste wedstrijd zijn, want ik had die liefst natuurlijk voor
de wedstrijd van Porto gezien. Ik had de laatste liever thuis tegen Porto gespeeld. Ja, ik volg jullie. Zowel Porto, de eerste verplaatsing, als Leverkusen worden waarschijnlijk wel de leukste. Natuurlijk, Leverkusen kan ook snel tegenvallen als we, zoals vorig jaar in Parijs, al uitgeschakeld zijn. Maar laat ons hopen van niet. En we tekenen voor een finale in de Bayer Arena met 1780 clubfans officieel en nog eens 1000 onofficieel. En ik denk dat we daar dan ook inderdaad Leverkusen kunnen inpalmen. Het is denk ik de kleinste stad waar we nu, of waar we al sinds lang gespeeld hebben, want het is eigenlijk een klein stadje naast Keulen. Dat wordt wel speciaal. En als club naar Duitsland gaat, ja, dan is heel die autostrade, een en al blauw-zwart, bussen, auto's, al die tankstations, is altijd wel grappig. Ik herinner mij in Dortmund ooit dat het bier op was in elk tankstation, omdat al de bussen voor ons alles hadden opgekocht. Ik kijk uit naar die verplaatsingen. Hans, zoals je zei, we gaan hopelijk weer een aantal meeting points hebben voor de clubfans. Houd de socials in de gaten van een aantal Instagram-accounts van Club Brugge. Daar zal zeker op gedeeld en geplaatst worden waar de clubfans die zich in een Britse sfeer willen onderdompelen terecht moeten zijn. Voor een feestje de avond ervoor of de dag zelf. En dan zien we elkaar daar sowieso. Hans of Luc, hebben jullie nog iets leuks te melden voordat we afscheid nemen van de luisteraars? Op dit moment niet echt, nee. Ik ben heel gelukkig met de lottrekking. Ik ben blij dat we dus geen Engelse team hadden, ook in dit geval. En ik denk als club toch de ambitie uitspreekt dat ze willen overwinteren, dat het wel eens dit jaar zou moeten zijn. Zonder die ploegen te onderschatten, maar ik denk dat we nu in een situatie zitten dat we daar echt wel eens van mogen dromen. Oké. Hans, heb jij nog iets toe te voegen? Nee, ik sluit me aan bij wat Luc zegt. Dus ik denk dat dit ook wel leeft op basis van de recente transferactiviteiten van club. Ik denk en hoop dat we eindelijk die stap die we toch al een paar jaar proberen te zetten door aansluiting te vinden bij die subtop in Europa, dat we door de aanwerving recent van Ondieka en Sjoek, Jaremtje, dat we die stap nu eindelijk kunnen zetten. En als we die stap willen zetten, dan vind ik dit nu een ideale poelen tegen drie ploegen waar we allemaal het gevoel van hebben van het kan net wel of net niet, dat we nu eindelijk, ik zeg niet dat we moeten in de Champions League overwinteren, maar ik had graag sowieso minstens die derde plek gehaald. Ja. Dus het wordt een grote test voor dit nieuwe Club Brugge, want we komen toch in een iets hogere league terecht, vind ik. Die aanwervingen van 5, 6, 7 miljoen, dat zijn we ontgroeid. En we spelen nu toch, of we vissen nu toch in een grotere vijver. En ik hoop dat we Europees die stap kunnen zetten waar we nu al toch een jaar of twee, drie van dromen. Dus ik hoop het, dat het ons lukt. Ik hoop het met jullie mee. Ik denk dat het toch nog altijd heel ingewikkeld en moeilijk is om in die Champions League super te presteren. We spelen inderdaad in een league, maar die andere clubs die spelen nog in een league een beetje hoger. Dus ik hoop het met jullie mee. Ik ben al heel blij dat we straks de hymne terug kunnen horen. Dat is voor mij altijd het leukste moment ook van die wedstrijden. Zowel in Jan Breidel als in de drie steden. En ik hoop jullie te mogen tegenkomen in Porto of Leverkusen. En ik dank jullie beiden, Hans Noyelle en Luc Kaleeuw, voor jullie anekdotes, verhalen en andere van de leuke Europese verplaatsing met Club Brugge. Ik dank ook de luisteraars en ik verwijs graag nog even naar onze Instagram, Twitter en YouTube-pagina waar jullie ook deze podcast kunnen bekijken. En ik wens jullie allemaal een leuk Europees
seizoen met zowel thuis als uit memorabele matchen. Fijne dag. Looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. Have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezed till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind.